Ik was onvermijdelijk toch even bij jou, Eus. Iedereen is bezig met het filmpje waar je het steeds over had. Niet iedereen, alleen de mediawereld, maar vertel. Ja, behoorlijk. Waar is het filmpje? Waar is het filmpje? Op de telefoons van de mensen om wie het gaat. En waarom krijgt niemand dat zogenaamd te zien? Want iedereen zegt, ja, er bestaat misschien wel geen filmpje. Ja. Dat wordt nu duidelijk getwijfeld. Nee, als je zo gaat provoceren, dan hoop je dat diegene die het zegt het gaat geven natuurlijk. Maar dat doe ik niet, want het zijn de filmpjes van die mensen. En die gaan erover. Dus daar ga ik niet over. Maar hij bestaat wel, dat filmpje. Het filmpje bestaat zeker. Maar die mensen hebben dat filmpje aan jou laten zien, maar hebben het niet aan jou gestuurd. Ja. Nee, op mijn scherm heb ik het. Om mij te overtuigen van... Je hebt het jou laten zien, maar jij kreeg het niet. Nee, natuurlijk niet. Okay. Maar ik begrijp dat het opnames zijn die voor een documentaire gemaakt zijn, maar niet in de documentaire gekomen zijn. Ja, klopt. En wat zie je daarop dat wij dan, of dat jij dan in dit geval daar zo van geschrokken bent? Wat is erop te zien dan? Trekt die mensen over een tafel heen? Nee, helemaal die niet. Het was kennelijk iets wat al langer bekend was in die omgeving, maar ik ben daar nooit overdag geweest. Namelijk dat die repetities zo fel waren. Dat die mensen kon uitschelden, dat die kon zeggen van, hey, waarom is dat beeld er niet? Er moet hier een beeld zijn. En schiet eens op, godverdomme, dat soort dingen. Ja. Dus ja, maar dit, ik vertelde dit van, ik ben er wel van geschrokken. En alle redacteuren die ik daarna tegenkwam, zeiden, ja, maar dit was elke dag. Dit is helemaal niet bijzonder. Dat jij het nooit hebt geweten is naïef van jou, van mij dus. Ja, maar dat is toch best gek, want jij kende hem goed en je bent vaak genoeg geweest. Nee, maar jullie, dat was vorige... Ik verbaas me daar een beetje over, maar je mag niet aan voortschrijdend inzicht doen. Ik ken hem al best wel lang, maar ik heb hem nog nooit boos gezien. Dus als je dan een filmpje ziet waarop iemand boos is, dan denk je wel, hè, maar wie is dit? Ik ken die persoon helemaal niet. Dat klopt wel, want als wij daar kwamen, dan was hij de vriendelijkheid zelf. Dat bedoel ik. Ja. Altijd vrolijk, optimistisch en leuk dat je er bent en zo. Ja. Maar dan zie je dat iemand overdag kennelijk heel boos is op iedereen. En al die mensen die vertellen die verhalen nog een keer na. Ja, dat is de reden waarom ik dacht van, ik trek me terug. En weet je, die directeur van de BNNVARA zegt, er is ook fysiek geweld geweest en weet ik veel wat. Daarom heb ik gezegd, ik trek me terug. Ik dacht, het gaat alleen om stemverhevingen. We hebben allebei hem verdedigd. Als het om stemverheffing gaat, oké, dat gebeurt overal. Maar als er meer is, dan durf ik... Nee, maar als iemand schreeuwt tijdens een repetitie, vind ik niet zo vreemd, hoor. Dat snap ik wel. Maar als jij 10 jaar lang met iemand min of meer bevriend bent en je hebt hem nog nooit boos gezien, en je ziet dan opeens iemand, dan denk je wel, hoe kan dit? Ik heb jou nog nooit boos gezien. En nu opeens ben je boos in zo'n filmpje. Ja. Dat vond ik raar. Nou, maar ik denk dat de verbazing ook niet zozeer over je voortschrijdend inzicht is. Meer of je dat dan zelf zo dan expliciet moet brengen met dat verhaal over dat filmpje enzovoort. Dat was bij heel veel mensen. Ik was misschien iets te eerlijk over dat proces van mij, waarom het veranderd is. Waarom ik niet meer 100% hem kan verdedigen, omdat ik er zelf ook aan twijfel. Maar kennelijk is dat voor de media erg belangrijk. En, voor de media Victor Vlas, hè? Of zo. Nee, Victor Vlam. Ja. Die maakt zich er nogal druk om. Ik weet niet wie Victor Vlam is. Dat vind ik ook van zo. Van de kwaliteitsbladen. Nee, maar dat vind ik. Goed, ik dacht, dat gaat nergens over. Maar goed, als jullie over willen praten, dan lees ik ook van, maar als wij het filmpje niet hebben, dan zal het wel niet bestaan. Maar het ging 15 jaar mis en jullie hadden nergens weet van. Dus niemand wist er iets van. Ik ook niet trouwens. Ja, er wisten genoeg mensen van. Ik heb je verteld die discussie die we 2 jaar geleden hadden hier op de redactie, ook met een van de oud-redacteuren van. Ja, maar dat ging toch niet over fysiek geweld of. Nee, dat ging over de stelde stemverheffingen waar je nu van geschrokken bent. Nee, dat wist ik helemaal niet. Stemverheffingen. Volgens mij ging het dat ik zei dat ik het niet wist, hè? Ja, maar moeten we een discussie opzetten om stemverheffingen? Wat een geneuzel. Ja, voor sommige mensen is het ook heftig. Ja. Heb je hem alweer gesproken? Is het alweer een beetje oké tussen jullie? Nee, ik heb niet gesproken. Niet of wel? Nee, niet gesproken. Oké, het is toch best wel vervelend, lijkt me dat, als je goed bevriend bent. Vriendschap is voor jou ook altijd een topic, hè? Vriendschap moet wel zuiver zijn. En als je dan... Maar in deze is het toch wel belangrijk? Nee, maar ik probeer uit te leggen, als je dan het idee hebt van, je hebt een vriendschap met iemand, alleen jij hebt een beeld van die vriendschap en andere partijen de vriendschap anders beleeft, dan is ook wel een reden om te zeggen van, eerst wil je weten wat er gebeurd is. Toch? Of vind je het gek? Ja, maar dat zou je toch met elkaar kunnen spreken dan, of niet? Zeker, maar dat heeft niet per se met mij te maken. Voor mij is hij ook wel redelijk, van wat ik begrijp, hij is echt stuk. Ja. Dat begrijp ik. Dus hij ligt echt wel eraf. Ja.